de una entrevista con nuestra sostener con Ron Geisen, organizador del evento Bonaire Beach Festival, él explica cómo está trabajando con la preparación y qué turno está trabajando en dos días de este tremendo evento aquí. Ja, we zijn hartstikke druk nu, dat begrijp je. Het is nog maar een dag of drie van de openingsavond. En dat betekent dat er echt heel veel moet gebeuren. Het belangrijkste voor ons was dat de spullen met geluid, licht en podium naar Bonaire op tijd zijn gekomen. En die zijn gelukkig net op tijd gekomen. Dinsdagochtend vroeg hebben we de container gekregen. Gelukkig hebben de autoriteiten, douane en ook de mensen van Don Andres en Rocarco erg hun best gedaan om dat meteen vrij te maken. Dus dinsdagochtend zijn we dan ook meteen begonnen met uitpakken en inmiddels komt het podium langzaam omhoog. De eerste artiesten zijn gearriveerd. Gisteravond op Flamingo Airport zijn de bands The Originals, die op vrijdagavond optreden, en de Memphis Maniacs, die het festival op zaterdagavond afsluiten, aangekomen. Die hebben we netjes opgevangen en naar de diverse hotels gebracht. Dus ja, het gaat goed, maar het is druk. Op vrijdag hebben we 5 artiesten en op zaterdag hebben we 5 artiesten. Op vrijdag zijn dat The Originals. Dat is een hele bekende, goede coverband uit Nederland. Die begeleiden later op die avond ook Tony Sherman. Die komt uit Curaçao. Tony Sherman die heeft uiteraard eigen repertoire, maar hij is wereldwijd bekend geworden met Stars on Stevie, die medley met Stevie Wonder nummers in de jaren 80. Om die reden gaat hij ook op het festival een aantal Stevie Wonder nummers zingen en wordt dan dus begeleid door The Originals. Verder treden op vrijdag op Mai Tai, de damesgroep die veel hits had in de jaren 80 in Nederland. En Barry Hay, de frontman van de Golden Earring, die zal ook een Golden Earring set gaan spelen. En de avond wordt dan in style feestelijk afgesloten met Travassi. Dat is vrijdag, dan zaterdag. De tweede avond begint met een lokale band, Back on Track. Die jongens spelen al heel lang op het eiland, overal op kleine podiums. Ze wilden heel graag ook een keer echt op een groot evenement staan, op een groot podium. Dus we hebben gezegd, nou, dan openen jullie het festival op zaterdag. Verder op zaterdag Vibe Nation, dat is de nieuwe band van Junior Tekla uit Curaçao. Die is hier al vaker geweest, maar dit keer met een hele nieuwe band, een hele nieuwe setting. Hij neemt ook een aantal artiesten, lokale artiesten uit Curaçao mee, die dan een rol gaan spelen in zijn show. En verder natuurlijk, hij staat bekend om zijn Bob Marley nummers en daar zullen er zeker ook een aantal van voorbij komen. Dan hebben we Jayon uit Aruba, die treedt zaterdagavond op. Ja, je weet, Jayon is de afgelopen tijd alleen maar in populariteit gestegen, dankzij zijn plaatje met J Balvin vooral. Na Jayon hebben we Spargo, die band hebben we op het laatste moment nog weten te strikken. Die treden heel zelden op, maar toen ze hoorden van het festival hebben ze gezegd, nou, we zouden het toch leuk vinden om ook te komen spelen. De Spargo, de soul funk band uit Nederland, die speelt ook op zaterdagavond. En dan sluiten we af met de Memphis Maniacs. Dat klinkt alsof ze uit de Verenigde Staten komen, dat is niet het geval. Ze komen uit Nederland, het is, durf ik te zeggen, Nederlands populairste festivalband. Grote namen als Borsato of Bluff zeggen altijd, wij willen niet naar de Memphis Maniacs, want ze zijn zo druk en zo meegaand dat het echt één groot feest wordt. En die sluiten dus ook het festival in stijl af. Eén groot feest, dat is de bedoeling. Bij Cocoa Beach, het festival wordt gehouden bij Cocoa Beach. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de DA Drogisterij, bij Addo's Books en Office Supplies, bij Kooiman en... Je kunt ook je kaartjes online aanschaffen. Dan ga je naar bonairebeachfestival.com en dan krijg je de gelegenheid om daar gewoon kaartjes te kopen met je creditcard. Kaartjes kun je dan downloaden en je kan ze op je telefoon zetten of je print ze uit en je neemt ze mee op elke kaart. Ik zal het even laten zien. Zo ziet een uitgeprinte kaart eruit. Er staat zo'n QR-code op en die wordt dan bij de ingang gescand. Ik denk dat dit een heel leuk festival gaat worden voor iedereen die van muziek houdt. Het is dus een heel gevarieerd aanbod, zoals ik heb verteld. Er zit volgens mij voor iedereen wel wat bij. Maar ook al heb je nog nooit van die Memphis Maniacs gehoord, geloof me, het is absoluut de moeite waard. Ik hoop dus dat iedereen erbij is. Het kost een paar centen. Dagkaarten kosten $60. Als je een passepartout voor beide dagen koopt, betaal je $100. Maar je moet niet vergeten, daar krijg je 10 artiesten voor. Dus dat is eigenlijk maar een tientje per artiest.